Marcello, nee, Leijnberg met de screening en daar rolt de Buisgaard af. Ja, voilà, mooi gedaan van Leijnberg. Een assist voor de dunkende om Groningen te vervoegen. Marcello naar Thierry, driepunter. Ja, driepunter, ja, mooi. In volgende week in de play-off, nee, op 10 mei, wanneer de halve finales van de play-off starten, ze naar optreden. Daar de dunk van Olli Semeka. Ja, de stiel van Blijenberg. En de dunk. Ja. En dat brengt de stand op 2-6 hoor. En daar staat Kleymans. Ja. Het stond gans open, moet er veel meer mee doen natuurlijk. Ja, de hoeker van Jovanovic. Marcello, en daar de screen van... ja, driepunter van Marcello. Ja, ja, 2-2 voor Marcello. Ja, en toch ook weer al een goed gevulde korre. Ja, mooie inside pass en assist van Van der Vurst naar Buisgaard. Pas naar Gillet. Ja, Van der Vurst. Ja, voilà. Daar is hij dan. De verre driepunter van Kei Van der Vurst. Die een onwaarschijnlijke 9-9 heeft gerealiseerd in de cross-border competitie. Ja, op de buzzer. Een hele verre driepunter van Vernon Taylor. Zuidema met de mismatch natuurlijk. Ja, goede help. Goede help van Buisgaard. Nee. En de driepunter op de buzzer, de 24 seconden buzzer. Wedstrijd Leiden-Antwerp Giants. Ja, de stiel van Thierry. En de dunk, ja, voilà. We spelen. Hij is nog bij lange niet gedaan. En daar Thierry. Ja. Ja, het blokshot van Pinterlong. Dus, ja, mooi van de assist van Pinterlong. Naar de rijstaande Jovanovic onder de korf. 63 voor Oostende. En zo zijn we deze wedstrijd. De winst voor Oostende.